Na 9 weken intensief politieonderzoek werd gisteren de 27-jarige Roy B. gearresteerd wegens betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn. De verdachte is een fervent karpervisser en een paar jaar geleden vertelde hij nog trots in de Telegraaf dat hij een visboot had gebouwd waarmee hij op de pas bij zijn huis aan het vissen is. Ook woont hij op die boot en er staat onder meer een bed in en het heeft verwarming. Diezelfde boot is nu onderdeel van een groot politieonderzoek, want op deze boot zou Orlando volgens meerdere bronnen op 18 februari een afspraakje hebben gehad met de eigenaar, diezelfde Roy B. dus. Orlando was een week vermist, maar 8 dagen na zijn vermissing kreeg de politie een tip binnen via Meld Misdaad Anoniem. En die tip bleek heel serieus. Enkele uren later werd de tiener namelijk dood in het water gevonden, precies op de plek waar de verdachte zijn vaste visstek heeft. De politie trok in de weken daarna alles uit de kast om de mogelijke dader te vinden. Er werden vissers gehoord, flyeracties gehouden en een buurt- en sporenonderzoek verricht. Ook de boot werd onderzocht op sporen. Roy B. werd gehoord, maar weer vrijgelaten. Gisteren hield de politie hem aan. Of hiermee een einde is gekomen aan de onzekerheid bij de nabestaanden zal de toekomst moeten uitwijzen. De politie zet het onderzoek in ieder geval onverminderd voort. Vrienden van Orlando zullen dat trouwens allemaal nauwgezet volgen. De tiener bleek erg geliefd en dat bleek alleen al uit een grote crowdfunding om zijn begrafenis te kunnen betalen. Binnen enkele uren werden er enkele tienduizenden euro's opgehaald. Roy B. zit voorlopig in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.